Wat? Is hij al bezig? Vandaag gaat Nina ons dansles geven. Oh, de single is alles. Oh, hallo. Ik raak je aan. Maar wat voor SD-kaart heb je dat je zoveel kan filmen? Ik heb daar een hand gewoon. Wow, heftig! Heb ik niet. En dan was het, hallo Albert Heijn. Ja, ik heb een YouTube-kanaal. Ik heb al 30 abonnees. Mag ik misschien gesponsord worden? Nou, die mensen dachten dat ik echt een van de gek was. Maar ik dacht echt dat ik helemaal lang wel gaarstukjes was. Hoi jongens, vandaag gaan we... Hoi jongens! Hoi jongens! Hoi jongens! Hoi jongens! Hoi jongens! Ik heb er zin in. Gaan we beginnen? We gaan gewoon naar Love About YouTube doen. En het gaat over verschillende YouTubers. Wat je daar leuk aan vindt ongeveer. Vragen. En ik ga de antwoorden. Voor jullie. Vraag 1. Met wie wil je van haar ruilen? Ik zal er even antwoord op geven, denk ik. Ik zou met Andrea's Choice. Ken je? Ik ken haar wel, maar ik weet niet hoe ze eruit ziet. Oh my god, hoe kun je die niet kennen? Ze is super cool en ik mag haar heel graag. Of Shameless Maya, maar die heeft haar afgeschoren. Dit is echt geen tekst van mij, dat ik weet. Vraag 2. Misschien wel even gaan opzoeken. Wat goed georganiseerd. Als je zeg maar zo'n YouTube hebt, welke video's kijk je als eerst? Nou, ik persoonlijk, als je YouTube hebt, zeg maar, dan ga ik gewoon helemaal naar beneden scrollen tot de laatste video die ik heb gezien. En dan kijk ik ze gewoon in volgorde. Dus deze vraag is niet van toepassing op mijn leven. Ik kijk meestal eerst video's van Cinemates of Tesco. Vraag 3. Wie heeft een fantastische style? Ik vind Mac Barbie 07, maar ik mag er niet. Ik vind het gewoon de hele... een beetje vervelend, maar voor de rest vind ik wel dat ze leuk Ik vind Camille's kleding ook heel leuk. En ik vind Diana's kleding leuk. Ria. Ik vind heel veel een kleding leuk. Favoriete goeroe die in een ander land woont. Dat is al heel snel. Nee, wow. Ik wil bijna alleen maar buitenlandse YouTubers. Jij niet? Nee, ik wil eigenlijk meer Nederland. En als ik buitenlands volg, dan heb ik meer volgers. En de eerste choice. Wie is iemand op wie je kunt vertrouwen? Wat een belachelijke vraag. Nou, dat zit mij forever in mijn hartje. Ik heb pas 2 minuten, maar nu al heel speciaal.